voor de sportploeg van het jaar. Vertel even wie je bent en wat je ervan vindt. Ik ben Vera van Klaverblad Ton Almelo en we zijn super blij. Super blij? Had je dit verwacht? Nou, het is altijd spannend en nu het is gelukt, is het super leuk. En jij, wie ben jij en hoe vind jij het? Ik ben Astrid en we zijn echt allemaal gewoon super blij ermee. Je had het natuurlijk niet zien aankomen, want ja, jullie zijn nog zo jong. Hoe oud ben je? Ik ben 14 jaar. En wat doe jij precies aan je turnen? Wij doen allemaal meerkamp. Dat zijn 4 toestellen. Sprong, balk, vloer en brug. En dat doen jullie allemaal? Ja. Hoe heet jij? Sarah van Dus. En wat doe jij precies? Ik doe precies hetzelfde als de rest hier. En we doen gewoon allemaal 4 toestellen. Sprong, brug, balk en vloer. Wat is er nou zo mooi aan turnen? Ja, gewoon uitstraling vind ik altijd leuk. En gewoon het nieuwe elementen maken. Dus steeds vooruitgang. Jij zegt nieuwe elementen. Kan je daar iets meer over vertellen? Ja, je moet stappen maken. Dus je kan niet in één keer iets nieuws in je wedstrijd doen. Dus dan moet je stap voor stap naar een wedstrijd toe brengen. Dat vind ik leuk. Goed, kan jij vertellen wie je bent en hoe die 4 onderdelen in elkaar zitten? Ik ben Marieke en op sprong doe je, ja, je loopt eigenlijk aan en dan doe je een sprong over de Pegasus. Op balk doe je een oefening van 1,5 minuut en daar laat je zoveel mogelijk moeilijkheid op zien. Op brug doe je ook een oefening en daar laat je ook zoveel mogelijk moeilijkheid zien. En op vloer is het een oefening op muziek met gewoon met veel uitstraling en moeilijke elementen. Met andere woorden, jullie doen niet zo lang over die oefeningen, dus je wordt er niet zo moe van. Nou, je wordt er best wel moe van, want je doet ongeveer 3 series bijvoorbeeld op vloer. En je moet daar tussendoor nog allemaal dans en gymnastisch doen, dus dat is wel zwaar. Wie ben jij en welke onderdelen doe jij? Ook alle 4? Ik ben Laura de Wit en ik doe ook alle 4 de onderdelen. Betekent dat jij veel uren per week aan die turnsport besteedt? Ja, heel veel en iedereen van ons ook heel veel. En het is gewoon 's ochtends trainen, dan 's middags naar school en dan weer in de late middag weer trainen. Dan wil ik natuurlijk weten, hoeveel is hoeveel? 30 uur per week. Zo, en jij ook? Ja. Allemaal. Ja. Ja. Heb je dan nog wel tijd om naar school te gaan? Ja, na de ochtendtraining moeten wij nog 4 lesuren naar school. En dan in de avond weer trainen. En in de avond als je thuis bent soms nog wat huiswerk maken of leren. En in het weekend. Hoe blij zijn jullie met deze prijs? Heel erg blij.